Wat wij ik noemen, is het meest onpersoonlijke dat wij kennen. Stemmen van leraren, de kleuterjuf met haar liniaal, het fluitje in het al te luid weerkaatsend gymnastieklokaal. Wat wij dat noemen, het orgasme, de plotselinge inval, de woedeaanval die even bliksemsnel opdoemt als de ingeving, dat alles is het meest persoonlijke dat wij bezitten.